Oei, oei, oei. De wekker is net afgegaan. Het is 6:30 in de ochtend. Vandaag vertrekken we naar Londen. Hier zitten we dan in Brussel met twee stukjes pizza. En inderdaad, als je goed had opgelet, dan wist je dat we nu niet in Brussel moesten zitten, maar op de trein naar Londen. En de reden dat we nog in Brussel zitten is omdat we de check-in van de trein hebben gemist en dus 4 uur moeten wachten. Voor de check-in van de Eurostar zou je dus, dat wist ik niet, minimaal 3 kwartier op voorhand hier moeten zijn. Wij waren maar 1/2 uur op voorhand hier en de check-in was al dicht. Toen zeiden ze, nee, je mocht er niet meer op. Die van de third class, die mocht er wel nog op, maar wij mochten er niet meer op. Toen zijn we omgeboekt geweest en nu moeten we pas om 12 uur de trein nemen. We hebben dus eigenlijk 4 uur gemist in Londen zelf. Maar geen probleem, ik heb een hoteltje geboekt, dus we hebben morgen ook nog heel de dag. Ziet je het nog zitten? Ik ben moe. Ja, nu zijn we wel voor niks opgestaan, dat is wel waar. Maar we hebben lekkere pizza. Dat is toch al een hoogtepuntje. Ik heb hem laten zien. Nu gaan we dus eigenlijk 2 uur op voorhand al inchecken, dus dan zijn we zeker op tijd. Zodat we niet opnieuw te laat zijn. En hier is nu echt... Hier is nu echt zoveel security, basically zoals bij een luchthaven waar we door moeten. Dus ik heb mijn laptop en zo erin moeten steken. En nu moeten we al onze elektronica en zo in een bakje steken. Ik ga jullie ook daar steken. Ja. En voilà, we zijn nu in de, hoe noemt het? Een btw-vrije winkel of nee? Tax-free shop. Ja. En dat is eigenlijk precies hetzelfde weer als een luchthaven, maar dan met gewoon op het treinstation. Dus eigenlijk allemaal parfum, snacks. Maya pakt haar lievelingsparfum, dat moet je altijd doen als je bij zo'n parfumstore bent. Gewoon even spuiten, je zit hier toch gratis. Dus ja, en dan zit je aan het testen. Dit is wel echt dom. We waren daar net dus keilang aan het wachten en ik heb 1 euro betaald in het station hier langs om naar de wc te mogen en hier bij de... Bij de Eurostar mocht je gewoon gratis gaan. En hier is het ook nog eens veel rustiger, want ik ben 2 uur op voorhand hier. Ideaal zou zijn als ik hier zou mogen wachten, de Business Premier Lounge. Maar ik denk niet dat ik daarin ga mogen. Hier geven ze al een voorproefje van hoe het in Londen kan zijn. Met zo'n telefoonbooth, daar staat Londen wel zo'n beetje bekend voor. Ik heb wel gehoord dat ze die gingen verwijderen. Dus misschien er toch hier al eens in kruipen. Ik vraag me af hoeveel mensen hier al een foto ingenomen hebben. Want ja, dit is eigenlijk gewoon in het station. Bij de wachtruimte. Eentje nagebouwd. Dan kun je naar mijn mening beter gewoon wachten en direct in Londen een foto pakken. Ik ga hier eens binnen kijken en zien wat er gebeurt. Misschien kan ik gratis. Hier zit niemand, dus misschien lukt het wel. Ik denk dat het ook heel rustig is. Zo ziet het eruit. Ik zou hier dus wel gewoon kunnen zitten eigenlijk. Ik ga het gewoon eens vragen. Nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Maya? Ik ben het gaan vragen. En zeiden... Nee. Ja, dat dacht ik al. Ik zei, can't you make an exception for me? Eerst deed ik alsof ik niet wist welke categorie ik zat. Want ik zei, ja, mijn management heeft het ticket geboekt. En toen keek hij naar mijn ticket en zei hij, je hebt gewoon regular class. Je mocht hier niet zitten. En toen zei ik, kunt je geen uitzondering maken? En toen zei hij, nope. Nee, dat is echt heel strikt, ja. Ja, hè? Maar dat is wel logisch, want die mensen betalen dan wel 300 euro extra voor. Dus dan moet je dat wel best beschermen. Maar nee, ik zeg het u. Niet per se 300 euro. Ik zeg het u. Als we gewoon naar daar waren. Ik was helemaal door moeten lopen om de medewerker te zien. Als we gewoon binnen waren gegaan en gewoon gaan zitten, dan was er niks aan de hand. Dan hadden we nu stopcontact en een goede zetel. Maya durfde niet. Ik ben braaf. Dat is oké, okay, ik ben braaf. We gaan bijna 5 uur wachten omdat we onze eerst hebben gemist. Mogen we eindelijk in? Yes. Echt raar dat we met onze rij door de winkel wandelen opnieuw. Maar we moeten naar spoor 2. Misschien is er gewoon iemand aan de wc en dan volgt iedereen nu. We hebben coach 2, dus dat betekent dat we helemaal naar voren moeten lopen. En deze trein is lang. We hebben nog 10 minuten en dan vertrekt hem. En deze trein gaat denk ik 300 km per uur en we gaan ook onder de zee. Nee, wat ziet je dan eigenlijk? Gewoon donker? Ja, het is gewoon echt een tunnel. Hebben ze geen raampjes gemaakt zodat je de vissen kunt zien? Heb je dat nog nooit gedaan? Nee, ik ben nog nooit met de trein. Ik ga altijd met de vlieger. Wel ja, altijd. Dus, ja, het is niet dat ik ieder jaar ga, maar ik ben wel met de vlieger naar Londen gegaan. Ik heb met de boot en dan terug met de bus in de Eurostar. Is dat niet met de bus? Jawel. Maar hier past toch geen bus in? Ik
weet niet hoe het is. Is dat niet met de boot op de... Nee. Met de bus op de boot? Ik vind dat maar goed. Ik ben op het Ik zal dat direct eens opzoeken. Heeft deze trein wifi? Dat weet ik niet. De Thalys naar Parijs of wifi? Maar de Thalys vind ik ook wel mooier. Ja, waar staan eigenlijk de... Ja, waar staan de nummers eigenlijk van de... Ah, hier zit dan 5. En wij moeten 2 hebben. Oké. Okay. Daar is de voorkant van de trein. 1, 2 en hier zitten wij. Kleine bagage mag gewoon mee naar binnen. Aan de linkerkant. En dat kan dan gewoon van boven. Nu moeten we stoel 51 en 52 vinden. Stoel 51, 52. We zijn geland. Die kunnen we hier een uur zetten. Oh, eindelijk zijn we er. Oeh. Dat was zo lang reizen. We zijn ongeveer 5 uur onderweg geweest. En daarnet om 1 uur 's middags dachten wij... Oké, nu zullen we er wel zijn. Bleek het dat het nog een uur was. Ja, de uurwisseling ging net in. Ja. Maar we zijn er geraakt. Ik moet om 3 uur bij dat evenement zijn. En het is nu 2 uur, dus we hebben nog een uurtje om daar te geraken. En dat gaat ons zeker en vast wel lukken. Het is hier trouwens heel... Ja, eigenlijk nee. Het is hier niet zo mooi. Het station van Antwerpen vind ik mooier. Maar die klok daar is wel echt vet. Oh wauw, ja, dat beeld had ik eigenlijk nog niet gezien. En dan heb je hier de tekst. I want... Wat staat er? Van Armin en Maya. I want my time with you. Ah. Maya en ik zijn zo snel als we kunnen aan het wandelen. We zijn net uit het station. En het was ongeveer 2:30 toen we uit het station waren. Dus nu moeten we zo snel als we kunnen naar het event gaan. Want anders zijn we daar ook nog eens te laat. Maar als we op dit tempo blijven lopen, zijn we 2 minuten voordat we daar moeten zijn binnen. Ik kan jullie al een typisch stukje architectuur tonen van Londen. Het is niet echt centrumstad. Het is eerder zo de huisjes van Londen met die poorten aan de ingangen, aan hun deuren dan. En dit gebouw hier is de universiteit UCL. Dus University College London. Niet UCLL, Limburg, Leuven. Zoals we zijn er eindelijk geraakt. Ik ben redelijk buiten adem, maar dit is waar het allemaal om draait. De Argyle film en experience. We kunnen een beetje wachten, mochten we eindelijk naar binnen. Come on over this side. Welcome. Het is een film met John Cena. Misschien is hij hier ook vandaag, ik weet niet. Oké. Okay. Some of you may have the Thank same you. Answer, so feel free to help each other out. And if you need clues from us. Hij heeft dezelfde als mij. Oké, we krijgen allemaal een codenaam en die code moet je... Ah, dat is heel onscherp. Druk eens op het ding. So, in a minute I'll send you through into our bookshop. We hebben allemaal een kaartje gekregen met een geheime codenaam. Alfie, Sidekick, Whirly Bird. En de beste persoon van de groep geven ze een mastermind. Mastermind, Nick is mastermind. Dit hier is dus eigenlijk het bureau dat je in de film gaat zien. Hier staat het ook, real film props, please do not touch. Dus je mocht eigenlijk niks aanraken. Maar hij is dus echt al totaal in zijn rol. Hij moet hier heel de avond doen alsof hij een boek aan het lezen is. Dit is een anagram en die moeten we dus eigenlijk ontcijferen. Dus we moeten eigenlijk een codewoord verzinnen en die moeten we dan zeggen. En dan mogen we naar de volgende kamer, vermoed ik, hier ergens. We hebben net het ja-woord gekregen bij author, dus dat is schrijver in het Engels. Wat was uw woord? Surveillance. Ah ja, door de camera's. Ja, ja, oké. Okay. Oeh, spannend. Hier is een grote greenscreen met een heel systeem. En dan kunnen ze ons in een poster steken met allemaal props. Dit is de jurk die ze in de film hebben gebruikt. Hier zit ze in de scène. Dus dit is dus exact die jurk van in de film. Kan ik ook foto's voor u maken? Ja. Oh, dat gaat ook nog dicht. Oh. Dit is een spiegelkamer. Dit zal sowieso iets te maken hebben met de film zelf. Maar ja, ik heb de film nog niet gezien, ik ga hem binnenkort zien. Maar dit is wel echt cool. Maar ook heel, heel warm. We mogen nog niet vertrekken hier. Het zou nog iets zijn wat we gemist hebben in deze kamer. Misschien willen ze gewoon nog meer content, dat kan ook wel. Die experience was dus een klein beetje, of nee, dat was eigenlijk de hoofdreden dat we naar Londen gekomen zijn. Binnenkort mag ik ook nog gaan kijken naar de film, en dat is terug in België, samen met Maya. En dan gaan we zeker laten weten hoe de film was, of hem goed was of hem slecht was. Maar nu hebben we dus eigenlijk alle tijd in de wereld, of ja, nog een anderhalve dagje, om ons in Londen te amuseren. Ik had wel eerlijk gezegd verwacht dat het iets langer ging duren in die room daar. Maar we hebben wel leuke foto's en beelden. Ja, ja. Ik hoop dat ik er wel
een volwaardige video van over kan maken. Maar ik denk dat dat wel goed komt als ik ook nog naar de film ga en zo. Nu gaan we naar de grootste speelgoedwinkel van de hele wereld. En die is ook echt super, super oud. Heel dit gebouw, van top tot grond, is de grootste speelgoedwinkel ter wereld. Hallo. Om te beginnen ben ik naar de bodem gegaan van de winkel. De bodem, het grondniveau, of de kelder, I guess. Kelder. Ik zie heel veel rond Harry Potter hier en ik zie ook heel veel met magie. Deze is echt al heel groot. Wat je minder eens langs zetten? Yes. Die is echt B. En hoe groot zit jij ongeveer? Ik ben 2 meter ongeveer. Nee, is niet waar. 1 meter 78. Dus ja, ze hebben hem wel accuraat groot gemaakt. Ja, maar. En hier Harry. Maar die is niet van Lego. Wel cool, hè? Ja. Alles. Echt ook zo van die gadgets en kaarten en. Ja, eigenlijk alles drank. Van Harry Potter. Jellybeans, waterbeer. Wat is dat? Gewoon een. Nee, een spaarpot. Is... Ah, een spaarpot, ja. Maar ik had het niet op beeld, maar het is een spaarpot. Weet je, ik ben nu nog zo van. Ik wou dat zo niet aanraken, omdat ik nog zo was van. Het zijn movieprops, ik moet niet aanraken. Don't touch it, ja. Had jij ook? Nee, ik deed het gewoon niet. Hier is een automaat met echt allemaal blind bags in. Je hebt bijvoorbeeld daar Tinky Winky, ken ik. Nijntje is dat zeker? Of Hop? Nee, hoe noemt die daar? Die rechtsop. Moesty. Transformers zie ik. En voor de rest is er niet iets wat ik nog ken buiten Jurassic World. Want dan kun je gewoon hier klikken. Denk ik, ja. En dan moet je gewoon klikken op All Items. En dan kun je hier ze allemaal kiezen die je wilt. En dan gaat dat uit die automaat komen. SpongeBob Rob. SpongeBob Rob. Wat is SpongeBob Rob? SpongeBob en Patrick. En, hier, kijk. Ik zie het duidelijk. Ah ja. En hier zijn er ook nog echt keiveel achter ons. Allemaal blind bags. Het ding is, ik verzamel het niet. Dus ja, het is echt heel duur. 19 pond is bijna 22, 23 euro. En de Teletubbies zijn 16 euro. Wat een beetje de goedkoopste zijn. Deze vind ik wel cool. Dit zijn bestsellers. Precies zo konijntjes in robot pakken. Die vind ik leuk. Die hier zo. De bijzakken. Ja, die. Dit is cool, ja. Als ik eentje zou kiezen, zou ik gaan voor deze. Zelfs deze machines staan hier te koop, zo arcades. Zit je klaar om een verdieping hoger te gaan ontdekken? Ja, je zegt al heel de tijd, ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Ja, ik ben niet zo'n Harry Potter fan. Ik wil heel graag een Build-A-Bear. Een Build-A-Bear. Ja. Ja, Build-A-Bear. Of bouw een beer. Deze verdieping is de kinderverdieping. Hier is echt speelgoed voor kindjes. Dus we gaan. Jonge baby, jonge ja. Kindjes. Oeh, gadgets. Kijk dit. Waarom zou je dat kopen? Misschien is een soort. Is een soort van satisfying nee. Of zo? Ik kan zeggen bijtering, maar nee, dat is niet. Deze zijn allemaal kapot. Ja? Ze zijn allemaal kapot getrokken. En ja, zo dit of zo, dat gaat toch niemand meer kopen? Kijk hoe vuil het eruit ziet. Ja. Voelt wel leuk. Ja, sommige dingen zitten hier ook en dat is ook zo nik. Oh, dat voelt wel leuk. Hier ligt gewoon een bak vol nep sneeuw. Dat ruikt wel lekker. Dat ruikt geparfumeerd, Maya. Maya is heel excited, want hier heb je Build-A-Bear. Normaal gezien, hier staat al iets. Visit us on the third floor. Build-A-Bear Workshop. Dat is wat Maya wil. Oké, Maya is blij. Ze heeft het gevonden. Hier is Build-A-Bear Workshop. Kijk, je kunt eigenlijk zo'n vel pakken. Of ja, als ik het vel mag noemen. Dat is nu Eevee of hier Pikachu. En dan vullen met spul. Maya gaat nu een Build-A-Bear maken. Dit is de skin die ze gekozen heeft. Of hoe moet je het zeggen? Het omhulsel. En die zou er dan zo moeten uitzien. Dat is de tijdloze. Deze vond ik ook wel leuk. Maar ja, die vind ik heel leuk. Heel Harry Potter gericht. Ja, die is Harry Potter. Dat is Harry Potter beer voor een of andere reden. Ja, dat vind ik wel. Oei. Deze is ook wel leuk. Zonder het jasje. Ja, dat is. Ah, dat is uwe. Oké, okay. En hoeveel sap gaat hij erin doen? Deze is redelijk dik. Maar toch niet te dik. Ik wil dit. Ah ja, oké. Okay. Maya beer is helemaal opgevuld aan de hand van deze machine. En gaat hij hem ook nog kleertjes kopen? Wat is zijn naam? Dat weet ik nog niet. Jong of een meisje? Het is een jongen. En zij mogen kiezen? Ja. Oké, laat in de reacties weten hoe deze beer noemt. We zullen op het einde. Dat is een nieuwe kotmascot. Ja, de kotmascot. En we zullen op het einde tonen als hij al zijn kleren aan heeft. Ik weet nu al wat ik wil. Ik heb het gezien. Build-A-Bear is geslaagd. En nu gaan we nog een paar verdiepen omhoog. Kijken wat ze hier nog te bieden hebben. Ze hebben hier zelf een waterval gebouwd. Welkom bij de Drone Zone. Buzz Lightyear is hier. Ik zie hier een raceauto staan. Dit is al ietsje meer naar de tieners gericht. Er vliegen drones rond in het rond en die botsen tegen de muur. En toch kan hij daar tegen. Dat is wel leuk en handig. Kan hij
Die verkoper is die aan het besturen. En die wil gewoon laten zien dat ik gewoon kan botsen zonder dat die direct kapot wordt. Inderdaad. Hier mocht je ook gewoon echt alles speelgoed zelf uittesten. Hier kun je rondracen. Arne is nu die kleine blauwe. Die is helemaal aan het dansen. Arne zijn inner kind komt naar boven. Wow. Arne heeft weer de nieuwe. Hier is Queen Elizabeth ook nog. En ik heb ook Pokémon kaarten gevonden in deze winkel. Mijn batterij was op tijdens het filmen in de speelgoedwinkel. Dus toen ben ik naar het hotel gegaan. Daar ben ik nu. Ja, de route op de metro heb ik niet echt gefilmd. Dat is niet echt interessant. En ik was eigenlijk vooral op mijn GPS aan het kijken. Maar nu zijn we dus bij het hotel. En heb ik eten besteld. Dit zou naar het schijnt de beste lasagne van in de streek moeten zijn. We hebben echt super, super veel honger. Dus Maya, ik stel voor dat jij dit even opent. Ik heb gezegd dat ze er bestek bij moesten geven. Ik hoop dat het zo is. En tijdens dat jij dit opent, toon ik snel de kamer, want het is toch klein, hè? Oké, mensen, als je hier, dit is de ingang, de deur binnenkomt, dan heb je hier een klein bureautje, een stoeltje, een klein tafeltje, een kapstok, easy peasy, een groot bed, een kleine tv, dan hebben we hier Maya-kant met een spiegel en een airco. Geen bestek. Oh man. Echt niet? Heb je goed gekeken? Ik heb echt heel duidelijk aangeduid. Is het dat? Oh man. Het is zo klein. Ik heb echt zoveel meer honger dan dit. En de zak is leeg. Oh, dit was eigenlijk wel duur voor zo'n klein potje. Om onze vingers te eten, want het is lasagne als de pizza was ofzo. Nee, maar volgens mij kunnen wij wel... Ik ga bestek zoeken, oké? Ja. Wil je het liefst nog de helft minstens overhouden van die broodjes? Ja, ik wil nog heel snel even de badkamer. Die vind ik eigenlijk wel mooi. Kijk eens aan, wc. En dit is cool. Zoep. Dan heb je licht. En hier is de douche. Dat is de roomtour. Hier beneden is... Denk ik een catering, hoop ik. Ik weet het niet zeker, dus ik ga daar eens checken of hier borken zijn. Hier is het ontbijt. En een frigo. Ah, hier is sowieso bestek, yes. Lepeltjes. Ik denk dat we met... Ah, hier, ideaal. Oh, perfect. Zo, twee. En twee messen. Perfect, perfect, perfect. Hier is ook komkommerwater en orange blossom water. En gewoon plat water. En dan heb je hier cornflakes en nootjes. Maar dat zal waarschijnlijk voor morgen betalend zijn. Misschien is die man wat hier zit hier aan het werken. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval heb ik wel bestek. Maar hij gaat blij zijn. Ik heb echt niks aan. Niks gevonden. Gewoon naar de refter, waarvan we eten. Dit is eigenlijk wel een gezellig reftertje. Moet je daar maar eens gaan kijken. Daar was iemand aan het bellen. Maar nu kunnen we snel smikkelen en smakkelen. We hebben er gratis van die houtpapiertjes vast. Die dingen bijgekregen. Oeh, dat voelt wel heel vers. Dat is wel lekker. Lust je dat? Oké. Food review van Maya. Is het heet? Dat zal niet meer zo heet zijn, hè, van in de route. Waarom? Heel warm, maar een smaak. Lekker? Oké. Okay. Hier is trouwens Alfons. De naam is Alfons geworden. We moesten al direct een naam invoeren. Dit is Alfons, onze... Wat was het? Kot? Mascot. Ja. Is het lekker? Ja. Echt, echt lekker of ja. Medium? Een 7 op 10. Oké, okay, daar ben ik blij mee, want ik heb honger.